Creativiteit kan je uit een groef helpen als je vastzit in het leven. En nieuwsgierigheid is daarbij de sleutel. Kortom, onbreekbaar, die verbindt mensen met zichzelf en met hun omgeving, met dus een andere taal dan gebruikelijk. Wat we in de spirit van de Dutch Design Week gedaan hebben, is het volgende. Met gedoneerde kastjes van wijkbewoners, die u hierachter ziet, beeldend zijn we aan de slag gegaan omtrent wederom het thema kwetsbaarheid en kracht. Nou, het wordt ook echt mooi, hè? Prachtig, hè? En waar voelt u dan de kracht? Hoe ziet dat eruit? Zo apart en mooi. En die wil bewaren. Ja. Licht. Ja? Samenstellen. Ja, en ik ben terug. Kijk, dit is heel leuk. Ja. Glitter. Ja. Jara, het is gelukt met haar glitter. Ja. Mooie herinneringen die dan in één keer een traan naar boven halen. Oh, ik zal het niet meer doen. Zij houdt heel erg van de herfst. En ik ben echt een zomermens. Deze kraaltjes die moeten regendruppels voorstellen. Regen staat voor nieuw leven. En ik vind daar mijn rust in terug. De herfst staat voor mij voor donkere tijd, koud, regen. Alles waardoor je binnen blijft. De kracht zit hem dus echt die zij eruit haalt uit de herfst in de buitenkant. En de kwetsbaarheid zit meer in de lade. Ja, maar nou komt het stil. En hier wil ik straks allemaal kleine kokonnetjes in hangen als die zich kunnen ontpoppen, zeg maar. Dit was voor haar kwetsbaarheid. Deze is nog niet af, maar het zou een krachtkistje komen. Ik heb in mijn leven zoveel gemoeten. Als ik nou hier eerst had moeten denken van wat bedoel ik ermee en wat wil ik ermee uitbeelden en weet ik wat allemaal. Nee, ik wil van het moeten af. Ik ben gewoon lekker het spelen. Ik wil er wel wat kleur ook in hebben. Wat zon. Het is weer een lekker stukje contrast. Meer is het niet. En kleur. De hele kistje beeld kwetsbaarheid en kracht uit. Het ei, als je het ei pakt, dat is puur vorm voor mij van kwetsbaarheid. Als je het laat vallen, is het namelijk kapot. Dat is een beetje het verhaal van dit kastje. Wie weet er nog iets van? Ja, maar ja, het is weer gesleten. Hè? Net zo vlug als gekomen was, zo ging het ook weer over. Onkwetsbaar. Ik vind het trouwens wel heel erg fijn dat we hier te gast mogen zijn. Het salon gaat voor een voorstelling spelen met als thema kracht en kwetsbaarheid. Ik klamp mij krampachtig vast aan de reling waar ik vroeger als kind zo vanaf kon glijden. We ponen de rood in geen zaad op de plek. Hola, die, hola, die, hola, die op zichzelf.
geen woord, ben ik zo thuis. Ja, het thema scheurt en het is niet makkelijk. En wat we gezien hebben is dat het uiteindelijk, juist wanneer we beeldend bezig zijn met deze dingen, in plaats van er meteen woorden aan te geven, dat er veel meer vrijheid is om het maar te mogen laten ontstaan. En dat er daarna veel makkelijker juist woorden aan gegeven kunnen worden. En dat zorgt voor de verbinding met een ander. En dat geeft veel ruimte en voor gesprek. Iedereen is kwetsbaar, iedereen is krachtig. En dat zien we de universaliteit weer in terug. Daar hebben we gevraagd over onmoedige mensen. En ik denk dat we heel veel moed hebben gezien. Ja. En ik ben zelf ook heel blij dat we zelf de moed hebben gehad om elke keer maar weer door te werken. Ook als er tegenwind kwam. Want die is er ook behoorlijk wat geweest, ja, op een bepaalde manier. Maar dat uiteindelijk dat onze moed, maar ook de moed van de deelnemers gewoon beloond is.
Wat wij doen met mensen is, we maken kunstkistjes. Kistjes over kwetsbaarheid en kracht. We nodigen mensen uit om dat in zichzelf te onderzoeken. Te kijken in zichzelf door middel van beeld en kleur en vorm. Hoe kwetsbaarheid er voor hun uitziet. Hoe kracht er voor hun uitziet en wat die twee met elkaar te maken hebben. Wij vinden het thema belangrijk omdat er op dit moment in de samenleving eigenlijk alleen nog maar gepraat wordt over dat mensen in hun eigen kracht moeten staan. Daar is natuurlijk niks mis mee. Hoe meer eigen kracht we hebben, hoe fijner het is. Maar er zit een schaduwkant aan. Omdat dat wat kwetsbaar is in mensen steeds minder gezien mag worden. Wat we leren is dat als mensen hun kwetsbaarheid omarmen en die met elkaar delen, met anderen delen, dan ontstaat kracht. En dat is wat we graag willen. In Onbreekbaar maken wij het onzegbare zegbaar. Wij doen een pleidooi om die kwetsbaarheid te omarmen en daarmee kracht te genereren, zodat steeds meer mensen op hun eigen manier, onder hun eigen voorwaarden, vanuit de authenticiteit van wie zij zijn, aan de samenleving deelnemen en hun bijdrage leveren. Dialoog ontstaan over een thema wat niet makkelijk is. Onbreekbaar is ook geen makkelijk project. We hebben enorm hard moeten werken om het op alle plekken neer te zetten. Want wie wil er nou met zijn eigen kwetsbaarheid aan de gang? Niemand toch? Dat vinden we niet makkelijk, dat vinden we niet fijn. En toch doen we het en toch blijkt dat het, nou ja, zijn ding mag doen. Wij zijn er nu aan toe om het project verder uit te laten groeien en het op alle plekken waar er bodem voor is, om het te laten vallen en om nieuwe dingen te laten ontstaan, in welke vorm dan ook. Dus laat je inspireren, laat je raken, kijk, voel, praat met elkaar en heb een fijne dag. Soms maar een paar dagen of weken of uren. En soms heb je heel weinig tijd. Dat hoort ook soms bij. Alles ontstond wat er al was. Dwars door eigen blokkades vulden zich levende leegtes. Alles trad breekvast broos aan het licht. Schreeuwde, prevelde, huilde. Lachte zwijgzaam stil in talloze, bekoorlijke kistjes. Alsof muziekdozen met warme tranen speelden. Zal ik je zeggen? Wil iemand mij aanraken? Thank you.
bedankte me voor de vertaling van haar woorden. Ik deed wat ik kon. Ik gaf haar een gedicht over een dode dochter, diep onder de grond. Ik gaf haar verdriet aan haar terug op papier. Abierta esta voz, la rosa. Van de dag mogen jullie zelf even ervaren hoe het is om een klein kistje te maken. Vanuit de ervaring die je vandaag hebt opgedaan. Jullie weten dat het doel van de dag is dat wij enthousiaste mensen graag willen betrekken bij ons project. Omdat wij zelf super enthousiast zijn en echt heel graag door willen breken met het project. Ja, we zijn uitgekozen door de Rabobank als een van de 40 landelijke projecten. Yes. Ja, om daar de schouders mee onder te zetten. En we zijn op zoek naar nog zeker 40 ambassadeurs. Zijn jullie daar? Ja. Van deze eigenlijk, ja. 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 Ik weet niet of het wel onze is. Ik heb daar ook iets van tussen. Ik schat zo in dat niemand dat kan lezen. Dat is eenheid in verscheidenheid. Dat was het. Heel goed.